MVV staat derde in de keukenkampioendivisie. Heeft een geweldige metamorfose ondergaan ten opzichte van vorig jaar. De ploeg van Verberne speelt bovendien ook nog eens heel leuk, goed verzorgd voetbal. En creëert ook al gelijk kansen tegen Jong PSV, middenmotor in de keukenkampioendivisie. Hier is de eerste grote kans van de wedstrijd. Steukers had hem kunnen maken. Jarne Steukers goed voor 3 doelpunten al en 5 keer een assist. Maar hij laat de kans liggen. Jong PSV oefende afgelopen dinsdag nog tegen de beloftes van West Ham United en won met maar liefst 5-0. Maar in de competitie gaat het dus zo. Ze staan 12e. Maar kunnen vandaag wel beschikken over Savio. Die heeft een mooie versnelling in de benen en een goede dribbel bovendien, de Braziliaan. Maar hij puntert hem naast in de geest van Romario Oschoot. Zijn landgenoten met enige regelmaat met de punt van de voet wel binnen. MVV na een kwartier met de volgende mogelijkheid. Maar een goede redding van Niek Schiks. De goalie van Jong PSV. Blijft die aanval van MVV wel in leven? Aan de hand van Mart Reemans en uit de tweede lijn. Een lat geraakt. Misschien ook wel de vingertoppen van doelman Schiks. Maar zo blijft het 0-0. MVV verdient wel een goal. Prachtig steekballetje en de mogelijkheid voor Costons. Het paasje was van Steukers en in de naastoot gaat hij er ook niet in. Het is wonderlijk dat er nog 0-0 is bij MVV tegen Jong PSV. Wordt hartstochtelijk aangevallen door de thuisploeg. Het publiek wordt vermaakt in de geuzelt. En daar is dan uiteindelijk het doelpunt van Nicky Soeren. Het is zijn derde van het seizoen. De voorsprong van MVV is voorkomen verdiend. Het is kans op kans in de eerste 35 minuten. En uiteindelijk dus het verschil in kwaliteit uitgedrukt in de score. Dan gaat de Jong PSV zich ook met deze wedstrijd bemoeien. Wat serieuzer dan voorheen. Jason van Duiven jaagt hem naast. Tweede helft dan. Die is beter van de kant van Jong PSV. Duda naar Savio. Daar komt hij weer. Savio met de soepele heupbewegingen. Zijn inzet gekeerd door Romain Matisse. Bijna wekelijks behoren tot de uitblinkers bij MVV. Cominencia, schot en weer de redding van Matisse. Niet al te ingewikkeld op die inzet van de rechtervleugelverdediger. MVV, niet zo heel veel kansen meer in de tweede helft. Hier is een uitbraak met Reemans. Kwartiertje te gaan nog. Balletje van Reemans is bekeken, maar de loopactie past net niet van Costons. En zo blijft het spannend. Had MVV natuurlijk in het eerste halfuur eigenlijk al moeten beslissen met al die mogelijkheden. Nu geloven ze er nog in bij Jong PSV. Richting de tweede paal. Tegen de raad ingeklikt, maar hier wordt Matisse niet nerveus van. En zo staat het elftal van Adil Ramzi nog altijd achter. Ruim 5 minuten nog. Mogelijkheid om te counteren voor MVV. Maar dat wordt heel slecht uitgespeeld eigenlijk. Bal zomaar ingeleverd. Weer ingebracht. En dan de kans op 1-1. Maar het schot wordt geblokt. Poging van Prieske. De ingevallen Deen. Jong PSV bezig aan een slotoffensief. Collin. Buitenom, Cominencia, voorzetje, niet onaardig, maar geplukt door Matisse. En zo lijkt MVV die overwinning wel binnen te gaan halen. Het zou de 5e op rij zijn. En de extra tijd inmiddels, Jong PSV. Extra tijd bedraagt maar liefst 6 minuten. Jong PSV valt aan. Cominencia. Wordt toch tijd om die bal in te brengen. Hier is Nasso. Nasso krijgt hem inderdaad voor de goal. Slecht uitverdedigd. Van Bommel voelt iets, gaat liggen. Het lijkt niet al te serieus in de duel met Cominencia. Maar 6 minuten extra speeltijd. Minimaal 6 minuten extra. Maar Jong PSV, geloven ze het verder wel? Die weigeren die bal uit te schieten. Ondanks de smeekbeden ook van scheidsrechter Bos. Loopt die aanval verder, staat Van Bommel weer op zijn voeten. En op dat moment schiet Collin die bal binnen. Bij MVV zijn ze kwaad. Maar in alle eerlijkheid, daar was gewoon iets heel gek van aan de hand. Van Bommel krabbelde ook wel weer op. Dit moment. Ja, waarom zou je dan de bal buiten schieten? Collin staat op de goede plek en hij bezorgt Jong PSV nog een punt. En MVV dus een grote teleurstelling. 1-1 in de geuzelt.